Deze nieuwsuitzending die gaat over transgenders en wat ze nou weer hebben. Dit is gepubliceerd op 3 december dit jaar, gisteren. Het is vandaag 4 december. En het is gepubliceerd op Prison Planet, als die website van Alex Jones. En dit artikel is van Paul Joseph Watson. Dat is een van zijn reporters. Die foto die je hier ziet, dat is Jessica Janif. En ik ga niet alles voorlezen, ik zal het gelijk in het Nederlands zeggen. Jessica Janif die heeft een rechtszaak verloren tegen schoonheidssalons die weigerden om haar scrotum te ontharen met was, met wax. Dan doen ze er iets van een soort tape doen ze over het behaarde stuk van je lichaam. En dan rasje ze dat in één keer eraf. Ijlk, dat lijkt me heel pijnlijk. Nou, zij had dus schoonheidssalons benaderd en gezegd, ik wil dat mijn scrotum en alles onthaard wordt. En toen hadden die schoonheidssalons gezegd, daar werken allemaal vrouwen. Die vrouwen hadden daar gezegd, nee, dat doen we niet. Wij gaan niet het scrotum van een man ontharen. Pff. Nou, doen we niet. En 3 vrouwen hebben dat dus gezegd. 3 van die schoonheidssalons. En dan is deze persoon is er ontzettend boos over geworden. En die heeft een rechtszaak aangespannen. En die heeft hij verloren. En hij moet $6.000 betalen. Als schadevergoeding. Hij had dus die 3 vrouwen beschuldigd van discriminatie. Ja, ja. Daar heeft, die komt ze dadelijk ook nog eventjes. Nou, dat laat ik maar gelijk even doen. Dan gaan we naar onderen toe. Rick Gervais. Weet hij toch? Ja, Ricky Gervais. Ricky Gervais, dat is die comediant die ook speelde in die serie The Office. Als ik het wel heb. Ja. Ja, hij is het meest bekend geworden voor het creëren, het maken, uitvinden, het schrijven en acteren in de Britse televisieserie The Office. Die heb ik gekeken met mijn dochter. Ongelooflijk leuk. Ja, die had er ook van gehoord, van die transgender activist. Die Jessica Janif. En dat was dan afgelopen jaar met Halloween. Had hij een tweet gedaan dat hij zei, nou, ik ga me ook verkleden. Ik ga me verkleden als Ricky Gervais. Met ongeschoren ballen. En toen was die rechtszaak was klaar. En die schoonheidssalons die hoefden dus het geslachtsdeel van Ricky Gervais niet te ontharen. Jessica Janif niet te ontharen. Dus Ricky Gervais zei, ik ga me verkleden als Jessica Janif. Net als hij met behaard geslachtsorgaan. En die kreeg me toch een partijtje kritiek, jongen. Ja, en jij bent transfoob. Oh, 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 oh. En Ricky Gervais, die heeft dan gezegd, hoezo zijn we aanbeland op een punt waar vrouwen naar de rechtbank moeten, omdat ze weigeren om geslachtsdelen van mannen te moeten ontharen. Dat is toch, dat bepaal je toch als vrouw even lekker zelf of je dat wil. Het is toch niet zo dat als jij een schoonheidssalon hebt, dat je dan ook dat moet gaan doen? En dat is dus kennelijk zo.
Nou, het is dus niet zo, want die vrouwen zijn vrijgesproken. Maar ze moeten dus wel voor de rechtbank komen. Ja, wat slaat het op? Ja, wil jij er alsjeblieft even over gaan nadenken? Wat slaat dat op? Deze man... dit is een man, dat kan je zo zien. Mijn dochter zal zeggen... Nee, dit is een vrouw in een vrouwenlichaam. Alleen de vrouwenlichaam heeft helaas een penis... want er is iets misgegaan bij de conceptie. Het is heel erg hoor voor Jessica. Dat zal mijn dochter zeggen. Tenminste, zo woorden van gelijke strekking had ze laatst toen ik met haar keek naar een filmpje waarop een of andere April op het podium stond van een congres met allemaal programmeurs. En ja, de feministen die willen heel graag ook werken en zo, maar ze hebben geen zin in baantjes zoals computers programmeren. Want dat moet je dan maar vragen aan die feministen zo, waarom ze daar geen zin in hebben, maar dat doen ze dan liever niet. Echt zo. In het begin, toen die computerprogrammeringstoestanden opkwamen, toen had je echt een hele hoop vrouwen en die wilden dat ook doen. Maar nu niet meer. En zou dat ermee, ja, en waar heeft dat dan mee te maken? Nou, ik heb mijn hele leven geprogrammeerd en ik weet dat als computerprogrammeur dat een baan is met behoorlijk wat stress. Dan zou je denken van niet. Want een programmeur achter zijn computer... die zit de godganse tijd maar een beetje op zijn billen... En een beetje dromerig voor zich uit te staren. En dat noemen we dan werken. Ja, dan is die programmeur aan het nadenken. Net als een schaker. Nou, die schaker zich... Kijk, een voetballer die is tenminste nog bezig. Maar zo Garry Kasparov... Ja, die zit maar de godganse tijd maar een beetje te staren naar dat bord. En wanneer gebeurt er nou eens wat? Ja, Garry Kasparov is dan aan het nadenken... En nou, dat hebben vrouwen ook ontdekt. En die hebben dan bij nader inzien gezegd, nou laat me zitten. Echt. In de jaren 60, jaren 70 had je nogal wat vrouwen in het beroep. Die zijn opgehouden. En tegenwoordig helemaal niet meer. Ik ken ook een vrouw en die was gaan programmeren... En dat vond ik echt wel leuk. En ik kende haar dus ook op andere terreinen en zo. En ik dacht, oh, programmeer je, oh, wat geinig. En die zei, na een tijdje kwam ik weer eens tegen. Zei ze, nou, ik ben ermee opgehouden. Ik zei, oh, waarom dan? Nou, zei ze, ik was erachter gekomen dat het programma niet werkte... omdat ik een ontwerpfout had gemaakt. En toen ik dat in de gaten kreeg, toen ontdekte ik dus ook... dat ik zo'n beetje alles wat ik geschreven had... omdat het ontwerp niet deugde. En het ontwerp had ze zelf gemaakt. Hè? Zei, ja, dan had ik dus alles overnieuw moeten schrijven. Nou, zei ze, daar had ik geen zin in, hoor. Ik heb er niks van gezegd, maar ik dacht... Meisje, dat heb ik al 20 keer gehad. Dat heb ik al 100 keer gehad. Dat heb ik weet niet hoe vaak gehad. Een probleem weet je vaak pas goed onder woorden te brengen... nadat je de oplossing hebt geprogrammeerd. En totdat jij de oplossing hebt geprogrammeerd... is het maar de vraag of jij je probleem wel goed onder woorden hebt gebracht. Dat is het lot van de programmeur. Als je denkt dat een bepaald probleem wat je op moet lossen, dat is een probleem en het heeft die en die eigenschappen en daar baseer je dan je oplossingsgerichte programmaontwerp op. Ik gebruik ervoor, ik doe het of uit mijn hoofd of ik gebruik een schetsboek. Dan maak ik pijltjes, diagrammen, blokken, uitroeptekens, vraagtekens, puntje, zeg maar. Scheve teksten, soms pak ik er een stift bij en dan ga ik hele dikke letters iets opschrijven. Altijd datums op al die blaadjes, want ik weet wanneer ik dat inzicht had. En dan ga ik weer eens naar lopen kijken naar al die schetsen en denk ik, ja, we gaan het zo aanpakken. Nou, en regelmatig heb ik alles wat ik had, trash met die handel en overnieuw. En dat deed ik met een blij gevoel. Want ik had eindelijk ontdekt hoe het wel moest.
Ik denk, mozo, nu weet ik het. En dan ga ik het nu doen zoals het wel hoort. En die oude rommel, ja, ga maar weg. Nou, die vrouw had daar geen zin in. Nou zeg, kan ik helemaal werk overnieuw doen. Nou, dat het is, nou, dan hoef ik niet te programmeren hoor. Ja, daar gaat er weer eentje. Dag. Nou, anyway, al die programmeurs zijn allemaal mannen. Want alleen mannen, die hebben ballen. En dat is een overdrachtelijk gesproken. Heb je echt de ballen voor? Ja, mannen hebben de ballen ervoor om door te zetten. Niet zeiken, typen met die handel. En dan werk je maar een keer een nacht door. En dan werk je maar een keer een weekend door. Dat maakt er niet uit. Het gaat toch om je eer. Het gaat er toch om dat jij de klus wel wist te klaren. En die andere poesies niet. Dat is, ja, dat is puur iets voor alfa gedrag. Programmeren, dat is een enorm mannelijk beroep. Anyway, April. Ik denk, hey, een meisje, dat meen je niet. En die kwam op het podium van zo'n programmeurscongres om iemand aan te kondigen. Een man. En die persoon had een jurk aan. Ik denk echt, nou Tieten. En even later, toen mijn dochter hier was, heb ik dat filmpje aan haar laten zien. Ik zei, nou moet jij nog eens even kijken. Ze zei, vergis ik me nou? Zeg maar, volgens mij is dat helemaal geen meisje. Of jonge vrouw. Die persoon was jaren 20 of zo. Jawel, zei ze, dat is een vrouw. Ik zei, nee hoor, dat is een man. Nee, zei ze, dat is een vrouw. Ik zeg, onder die jurk, daar zit een mannenlichaam. Dat is in een penis. Ja, zei ze, daar kan wel een penis zitten, maar het is een vrouwenlichaam. Dan dacht ik, ja, nou zak mijn broek van mijn penis. Oh, mijn dochter kan er ook niks aan doen. Die, ja, ik vanaf haar 10e ben ik, ik werd dus uit het huis gezet toen ze 10 was. En dat heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor zo iemand. Omdat je dan de vader als dagelijkse autoriteit, ja, die ben je kwijt. En je moeder wordt plotseling de baas. Ja, daar kan zij niks aan doen. Ja. En mijn autoriteit werd door die moeder op alle fronten waar die moeder hem maar een mogelijkheid zag, werd mijn autoriteit ondermijnd. Tot en met het feit dat mijn dochter dus bij mij kwam. Ze kwam wel regelmatig bij mij, dat gelukkig wel. Maar dan had ze tandpasta bij zich, die ze van de moeder had meegekregen. En ik zei tegen haar, hé, hey, er is hier tandpasta voor jou. Waarom moet je tandpasta van je moeder hebben? Ja, zei ze, ik heb aan mijn moeder verteld wat voor soort tandpasta jij had. En toen zei mama dat dat geen goede tandpasta was. En dit is wel goede tandpasta, dus daar ga ik voortaan mijn tanden mee poetsen. Oh, mijn vrouwen zijn bitches. En deze Jessica Jani, die zou kunnen zeggen, het enige waarin zij dan echt overkomt als een vrouw, is dat het een ongelofelijke bitch is. Dat is bitchengedrag. Een beetje schoonheidssalons gaan bezoeken en dan zeggen, ik wil dat je mijn geslachtsdeel gaat ontharen. Want dat doe je bij vrouwen ook en ik ben een vrouw. Nee, hij is helemaal geen vrouw, hij heeft een man, een penis. En dat doet alsof hij een vrouw is. En de enige manier waarop hij op een vrouw eventueel lijkt, is dat hij net zo'n bitch is als de moeder van mijn kind. En nog wel wat meer vrouwen die ik ken. Want dat is vrouwen niet vreemd hoor, dat gedrag van die moeder van mijn kind. Er zijn nogal wat vrouwen die zeggen, ja nou, die hebben het of zelf gedaan, of ze keuren het goed wat die moeder heeft gedaan. Ik vind het wel goed hoor, dat zo'n moeder dan wel in de gaten houdt dat het bij papa dan allemaal wel deugt. En is dat wel de goede tandpasta? En wat was nou het probleem? Die tandpasta die ik hier had, daar zat geen fluoride in. En dat komt omdat fluoride, dat is niet gezond voor jou. Ja, maar dat is goed voor je tanden. Nee, dat is niet goed voor je tanden. Fluoride is niet goed voor jou. En probeer jij maar eens aan tandpasta te komen hier in Nederland waar geen fluoride in zit. Ik geef je nu de opdracht. De uitdaging. Nou, bij de Albert Heijn ligt die niet hoor. En bij de Co-op ook niet. En bij de Spar ook niet. Maar ik had dus die tandpasta gehaald bij de gezondheidswinkel. Ja, er zijn er niet zoveel van hier in Nederland.
Ja, mijn dochter heeft zo dus toen de puberteit kwam zwaar onder input gestaan van die totaal gestoorde moeder. En al die nepvaders die over de vloer kwamen. Want ik was de deur nog niet uit of er was een nieuwe papa natuurlijk. Hè? Die moeder dan totaal onder de duim had. En die zo achter de raam hijgde. Want die had natuurlijk niks te vertellen in haar huis. Dus ik kon ze lekker domineren, wat ze mij ook wilde. En dat is haar dus niet gelukt naar mij toe. En daarom was ik op sodemieteren. Want ze kon mij niet domineren. Maar vrouwen zijn gemeen, hoor. Dus, ik kan misschien nog een keer een boek over gaan schrijven met hoe gemeen vrouwen zijn. Want mannen die belanden meer dan vrouwen in de gevangenis. Maar dat heeft te maken met ons rechtssysteem. Dat heeft ermee te maken dat de misdrijven die vrouwen plegen, die zitten op een heel ander domein. Namelijk het huiselijke domein. Dat is veel meer in de privésfeer. Het is net zo misdadig. Maar het is niet zo openlijk. En ons wetsysteem dat is gericht tegen de openlijke misdrijven waar je het over kan hebben. Vrouwen die, ja, die begaan dat soort misdrijven niet snel. Vinden ze veel te veel werk. Nee, als ze die misdrijven willen plegen, die doen dat lekker in hun eigen gezin. Terwijl ze op de bank zitten met de afstandsbediening van de tv in de hand. En dan gaan ze Jan en alle mannen in de rondte lopen commanderen en hele lelijke dingen doen. En dat vinden ze veel eenvoudiger. En daar kan ook niemand wat van zeggen. Ja, was ik mijn dochter rekenles aan het geven. Omdat mijn dochter had een achterstand met rekenen op de lagere school. Het was niet haar schuld, maar het was wel ontstaan. En wij moesten dat als ouders maar oplossen. Nou, dus ik was daarmee bezig. En dan ging die moeder ging de rekenles bijvoorbeeld saboteren. En dan had die moeder in de gaten dat ik rekenles aan het geven was. En dan stoof ze de kamer binnen en begon ze te krijzen. En dan stuurde ze mijn dochter weg. Ja, daarmee kan je niet naar de politie gaan. Van mijn vrouw die saboteert de rekenles aan mijn dochter. Je wordt keihard uitgelachen. En ook de relatietherapeut die zegt er helemaal niks van. Dat heb ik ook ontdekt. Bij de relatietherapeut ging het zo dat als ik dat soort dingen bij de relatietherapie te berde bracht, dan werd de moeder van mijn kind, die werd op dat moment gewelddadig. Letterlijk gewelddadig, fysiek gewelddadig moet je zeggen. Dus die wilde mij dan aanvliegen. En dan stoof de therapeut die stoof uit zijn stoel. Die pakte haar bij de schouders. En duwde haar terug in de stoel. En die wendde zich om naar mij. En die zei, begin over wat anders. Want hier kan ik niet tegen. Dus een relatietherapeut heb je ook niks aan. Nou, en mijn dochter dus onder zo'n regime. Ja, die moeder heeft er helemaal op in zitten praten. En die gaat dan, mijn dochter gaat dus zulke gekke dingen zeggen. En het is aan mij de edele taak om dat lieve meisje, nou, ze is nou 19, om die te deprogrammeren. Ze komt, vrijdag komt ze weer bij me eten. Dan gaan we samen boodschappen doen en zij gaat koken. En dan kan ik lekker bij haar in de keuken zitten en dan laat ik haar lekker kletsen. Maar goed, terug naar deze Jessica Janief. Wat heeft ze dan nu gedaan met haar mannenlichaam? Met haar mannenlichaam, zij dus, hè? Nee, hij. Hij is met zijn mannenlichaam nu, omdat hij dus vindt dat hij transgender is. En hij is nog niet gecastreerd, hè? Hij heeft misschien wel hormoontherapie, dat weet ik niet, maar... En zo te zien heeft hij wel iets van borsten, een cupje dubbel A of zo. Hè? Iets van 10. Die is naar de gynaecoloog gegaan. En de gynaecoloog die heeft tegen hem gezegd van, hoezo moet je hier naartoe komen? Een gynaecoloog, dat is er voor, dat is een vrouwenarts. En je bent helemaal geen vrouw, je bent een man. Dat zegt de gynaecoloog. Nou, en mijn dochter zal zeggen, nee, het is een vrouw. Dus de gynaecoloog die moet hem gewoon behandelen. Maar de gynaecoloog kan niks voor hem doen. De gynaecoloog die heeft verstand van zaken als witte vloed. Dat je zo'n vaginale afscheiding hebt. Nou, daar weet de gynaecoloog alles van.
De gynaecoloog die weet van dingen als pijnlijke borsten. En dat je aan het zogen bent en dat je pijnlijke borsten hebt. En dan kan de gynaecoloog zeggen van nou, je hebt voelen aan het weefsel. En, ik weet er trouwens ook geen bal van, maar op dat soort terreinen kan een gynaecoloog wat voor je doen. Ik weet van vrouwen dat ze van de gynaecoloog te horen kregen dat ze maar beter de anticonceptiepil konden gaan slikken. Niet voor de anticonceptie, maar omdat hun oestrogeenspiegel in het bloed zo enorm varieerde dat ze daar last van kregen. En dat die gynaecoloog zei, ik zeg niet dat hij daar gelijk in heeft hoor, maar dat de gynaecoloog zei van nou, dan ga maar de anticonceptiepil slikken. Dan wordt in ieder geval die uitschieters in je oestrogeen, die worden dan gedempt of zoiets. Ja, maar een man die kan een castratie ondergaan, maar die gaat niet een lichaam krijgen met een oestrogeencyclus. Dat kan je lekker vergeten. En ze gaan dan wel vaak oestrogeen dagelijks slikken, die mensen, na zo'n castratie gaan ze dat doen. En dat is niet zonder gevaren. Maar daar heeft een gynaecoloog niks mee te maken. Je zou in feite voor mensen die zich hebben laten castreren en vervolgens dan dagelijks hormonen slikken, daar zou je een transgenderarts voor moeten hebben. Ja, net als ik heb een operatie gehad aan mijn linkerhand en morgen moet ik dan voor de therapie. En ik heb te horen gekregen dat bij die therapie komt er een revalidatiearts erbij. En dan gaat hij een observatie doen, of heet een assessment. Om te kijken in hoeverre er nog gerevalideerd moet worden. Nou, dus dan zou je dus ook voor iemand die een castratie heeft ondergaan en hormonen gaat slikken, die zou je ook moeten revalideren. Dus dat moet, ja, je hebt denk ik wel een specifieke artssoort misschien voor nodig, een specialisme. Want het is eventjes niet niks wat je hebt gedaan. En dat heeft enorme gevolgen, dat kan niet anders voor je lichaam. Homoseksuele mensen, en de meeste transgenders zijn homoseksueel, die mensen die leven 20 à 30 jaar korter dan mensen die beweren dat ze gewoon heteroseksueel zijn. Of laat het woordje gewoon maar weg, mensen die beweren dat ze heteroseksueel zijn. Dat ze zo geboren zijn en dat ze nooit anders gewild hebben en ook nooit anders gedaan hebben. Mensen zoals ik. Ik heb me nooit gevoeld als iemand die seks wilde hebben met een man. Ik heb ook nooit gevoeld als iemand die zijn penis zou willen laten amputeren. Ik heb ooit wel uit ontevredenheid met mijn lichaam mijn ogen laten opereren. En eerlijk gezegd heb ik daar een beetje spijt van. Maar het is in één keer gebeurd. Als ze mij verteld hadden wat de consequenties waren, dan had ik toen gezegd van, oh nee, laat me zitten. Want ik zie namelijk dubbel sinds die oogoperatie. Ha, 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 ha. Die club? RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer? Als die dit horen, dan krijg ik geen rijbewijsverlenging. Want ik zie dus dubbel. En ik kan me er prima mee redden hoor, ik maak geen botsing op zo, maar you believe me, als ik op de snelweg achter een vrachtwagen rijd, dan rijd ik achter twee vrachtwagens. Ja, allemaal dankzij die oogoperatie, allemaal dankzij het feit dat ik dus dermate ontevreden was met mijn lichaam dat ik mij wilde laten opereren. En ik was niet verteld dat dat de consequentie zou kunnen zijn. De oogarts die mij geopereerd had, die moest er een beetje om grinniken. En die zei van ja, dat wist ik, dat het een van de consequenties was. Maar ja, jij hebt het dus. Ja, en hoe vind je het? Ik zei nou, ik vind het erg vervelend. Ja, zei die man, ik kan me voorstellen. Maar er is verder niks meer aan te doen. Kan ik voor de rest nog iets voor je betekenen? Ik zeg nee, dat was het eigenlijk. Nou, zei hij, tot ziens. Hè. Ik heb die man ook nooit meer gesproken. Ik had hem aan kunnen klagen natuurlijk. Want het heeft me heel wat geld gekost. Sindsdien een nieuwe bril voor mij, dat is, voordat dat uitgemeten is.
Want dan proberen ze bij de opticien dan dat dubbelzien te corrigeren met een prisma dinges. Een prisma en, wat is het andere? Wat is het ook weer? Cilindrisch. Dan gaan ze prutsen, man. Ja, dat helpt helemaal niet. Als ik dus nu naar het beeldscherm kijk, dan zie ik dus twee Jessica Janiefs. Nou, eentje is al, als ik één oog dicht doe, dan zie ik één Jessica Janief. Nou, die vind ik al helemaal niet mooi. En als ik er twee ogen open doe, dan zie ik er twee. En dan denk ik, gadverdamme. Ja, en de gynaecoloog die heeft dus tegen hem gezegd, nee, we hoeven je niet te zien. Ja, je hoort hier helemaal niet bij ons. Ja. En nou is hij boos op die gynaecologen. Nou gaat hij waarschijnlijk een rechtszaak aanspannen tegen die gynaecologen. Kijk, dat mensen denken dat ze iets of iemand zijn, terwijl ze dat helemaal niet zijn, dat is zo oud als de mensheid. Er is zo'n psycholoog-psychiater. Hij heet Oliver Sacks. S-A-C-K-S. Sacks. En die heeft een boek geschreven. En dat boek heeft een hele leuke titel. En die luidt: The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Op zijn Nederlands, de man die zijn vrouw aanzag voor een hoed. En als hij zijn vrouw zag, dan werd hij helemaal gek en dan wilde hij haar op zijn hoofd zetten. En hij zei, dat is mijn hoed, dat is mijn hoed. Die zet ik op mijn hoofd. Nou, dat kwam voor. Maar dat betekent niet dat er iets mis is met die vrouw. Dat je met die vrouw moet gaan praten, maar ja, dit is wel een mooie boel. Ja, jij hebt een beetje een mensenlichaam, maar dat klopt helemaal niet. Volgens je man ben jij een hoed. En doe wat aan je lichaam. Tuurlijk niet. Je gaat toch niet aan die vrouw verbouwen dusdanig dat die man haar op zijn hoofd kan zetten? En die man is gek. Is het probleem van die man die zijn vrouw aanzag voor een hoed, dat probleem zat hem niet in de materie. Dat het lichaam van die vrouw niet deugde. Nee, dat zat in de geest. De geest van die man, die deugde niet. Die man was geestesziek. Dat is niet erg. Iedereen is wel eens gek. Dat is allemaal, ja, is geen schande. Maar het is een geestelijk probleem. En zo werden ook mensen die dus vonden dat hun lichaam onterecht een penis en een scrotum had. Dat het eigenlijk niet zo zou moeten zijn. Die werden behandeld. En die therapie, een gesprekstherapie, die was effectief in, nou, in heel veel gevallen. Meer dan de helft. En dan bleven er een aantal mannen over en ja, daar kon je tegen kletsen als brugman. En dat was een politicus van heel lang geleden. Die kon hele lange betogen houden. En dan kon je kletsen als brugman. Maar die bleven erbij. En ze waren ook nog een keer diep ongelukkig. En nou, de kans bestond dat die mensen dan zelfmoord zouden plegen. Nou, en voor die mensen werd er dan een uitzondering gemaakt. En daarbij werd, omdat het echt niet anders kon, die kregen dan een castratie. Ja. Maar een castratie werd kosten wat het kost vermijden. Punt 1, het is niet zonder gevaar. En punt 2, je kan er spijt van krijgen, zoals ik met mijn oogoperatie. En wat is punt 3? Nou ja, punt 1 en punt 2 eigenlijk. Het is namelijk een geestelijk probleem en niet een lichamelijk probleem. Kijk, de denkwijze van mijn dochter, die klopt niet.
Zij heeft het over een vrouw in een vrouwenlichaam. Dus, kijk naar dit plaatje dan. Hè. Dan zegt zij, ja, ik zie een vrouw in een vrouwenlichaam. Want deze mens heeft vrouwelijk ondergoed aan. Wat deze persoon aan heeft, dat draagt een man niet. Deze persoon heeft ook een kettingje om. Maar dat kan. En deze persoon heeft zijn haar geverfd. Maar ja, dat kan. Geert Wilders doet dat ook. Hè? En deze persoon heeft lippenstick op. Maar dat, ja, dat kan. Maar denk ik met name vanwege dat vrouwelijke ondergoed, dat mijn dochter zal zeggen, ja, dit is een vrouw. Een vrouw in een vrouwenlichaam. Want het lichaam is dan van de vrouw. Dus de vrouw is dan dus niet iets lichamelijks, maar de vrouw is dus een geestelijk iets. Nou, dan is de vraag, wanneer is die geest die vrouw is nou ontstaan? Nou, en ik zeg je dat de geest niet per se mannelijk of vrouwelijk is, maar dat de geest waaruit een mens, wat een mens is een deel van de geest, een kind van God, zeggen de christenen. Er is een, om bij het begin te beginnen, het begin van alles is de wil. En de wil die manifesteert zich. En de manifestatie van de wil, dat noemen wij de wereld. En de wereld, dat is alles wat jij ziet, inclusief jouzelf. Dat is de wereld. En los van de wereld heb je de wil. En die wil, die heeft zich gemanifesteerd in de wereld, maar ook in jou. Nou, en hoe heeft die wil zich gemanifesteerd? Nou, kijk maar naar je lichaam, dat is de manifestatie van de wil. En daar heb jij het mee te doen. En ben jij iemand met een lengte van 1,65? Ja, dan zou ik niet een carrière overwegen in de basketbalindustrie. Of in dat Britse snooker. Maar als je snooker wil spelen, dan moet je over die tafel heen kunnen hangen. En dat kan je als Lilliputter niet. Op Lilliputter, in 65 ben je geen Lilliputter, maar als een korter iemand heeft daar ernstige problemen mee. En terwijl jij snoekert, ja, de bedoeling is dat je met beide benen op de grond blijft. Hoor. Je mag niet half op het biljart kruipen en dan tok doen. Ja, kortom, heb je een kort lichaam, dan kan je dus bepaalde dingen niet doen. Je kan geen basketbalster worden en ook geen snoekerster. Nou, er zijn er meer dingen die je niet kan. Dus ik bijvoorbeeld, mijn ogen, een carrière als straaljagerpiloot, dat kan ik lekker vergeten. Zou ook levensgevaarlijk zijn, zeker nu ik dubbel zie. Dat moet je niet hebben. Nou, en de wil, dat is dat is iets en dat trekt zich niets aan van de omstandigheden. Denk maar als je kijkt naar een plantje, een zaad. Dat zie je hier in Arnhem dan, maar bij jou in de omgeving heb je dat ongetwijfeld ook. Hier in Arnhem heb ik een mooi voorbeeld. We hebben drie bruggen over de Rijn. En dan met name bij één brug, daar zie je op die brugpijlers planten groeien. Die planten die groeien op beton. Kijk, dat is de wil. De wil trekt zich niks aan van een omstandigheid. Terwijl planten helemaal niet kunnen groeien op beton. Maar het kan toch. Ja, dat bewijs is er. Als je hier naar de John Frost brug loopt.
Nou, ik heb de laatste tijd niet meer opgelet, maar ja, ik heb het gezien. Zo'n meters boven het wateroppervlak, vlak onder het asfalt waar de auto's overheen denderen en de fietsers overheen fietsen. Anderhalf, twee meter daaronder, daar groeien planten. Vraag me niet wat voor soort planten, maar daar groeien planten. Geen mossen, maar planten. Ja, dat is de wil. De wil trekt zich niks aan van de materie. De materie is ondergeschikt aan de wil. En als jij als mens met een mannenlichaam graag een jurk aan wilt trekken, dan is de eerste vraag, waarom wil je dat? Is dat handig? Ik dacht van niet. Ik heb in mijn leven bijvoorbeeld, toch wel meer dan 10 jaar lang, heb ik zo goed als elke dag voor mijn werk de keurige kleren aangetrokken. Dus dat was een pak of een combinatie. Elke dag schone onderbroek, elke dag schone sokken, dan mooie gepoetste schoenen. En dan die schoenen van een kwaliteitsmerk, dus van Bommel of van Lier of zo. En een gestreken overhemd. Oh ja, mijn broek altijd met een leren riem. En een stropdas. Altijd. Elke dag. Elke ochtend begon voor mij met strijken. Nou, op een dag vond ik dat genoeg geweest. En toen deed ik het niet meer. En wat ben ik toen gaan dragen? Nou, gewoon spijkerbroek, schoenen. Ja, die waren niet afgetrapt. Niet helemaal kaal of zo, maar niet per se blinkend gepoetst. Zo. En wel schone kleren. Hè? Maar op mijn spijkerbroek, daar bovenop een t-shirt en een sweater. Ja. Als het warm weer was, alleen een t-shirt. En dan in de auto of naar buiten, daar had ik een jack. Klaar, ik had zo'n leren jas, een lekker ding. Lekker makkelijk. Dat heb ik nog steeds. Kijk, als je als man wil kiezen wat je wil, als je denkt, maar ik wil gewoon aantrekken wat ik aan wil trekken, dan kiest een man toch dat. Je gaat toch niet in de rondte lopen met een jurk. Waarom? Dan denk je raar. Dan heb je een rare wil. Want dat zou je helemaal niet moeten willen. Je zou als man al niet moeten willen dat je in een gestreken overhemd naar je werk moet. Want wat heb je eraan? Wat doet zo'n gestreken overhemd nou? Wat doe je nou op je werk beter en meer als je een gestreken overhemd aan hebt in plaats van een sweater? Wat is nou je meerwaarde? Helemaal niks toch? Het is alleen maar buitenkant. Dus dat je een gestreken overhemd aandoet, of in het geval van een transgender of zo, een jurk. Al die vrouwen met een jurk naar het werk en oorbellen in, en dan denk ik ook van ja, het is precies hetzelfde. Je doet jezelf wat aan. Als jij echt lekker in je wil zit, dan doe je aan wat je lekker vindt zitten. Kleding die niet knelt en waarbij het niet erg is als er een beetje koffie overheen gaat. Klaar, toch? Nou dan. Nee, het is maar wat. En dan heb ik ook in die uitzending over vrijwillige castratie aangegeven dat er een cultuur is onder ons, die is nog steeds actief. En die vereert een moedergod. En binnen die cultuur is het een spirituele daad om je als man te laten castreren
en dan als vrouw door het leven te gaan. Die mensen worden ook wel genoemd, die worden in de Bijbel benoemd als tempelprostituees. Van de heidenen natuurlijk. Het is een heidense toestand. Daarom staat in de Bijbel ook dat het God een gruwel is als mensen gaan rondlopen, mannen gaan rondlopen in vrouwenkleren. Dat heeft te maken met dat het een heidense gewoonte is. En wij moeten dat niet in onze samenleving willen. En dat doen wij wel. Ja. Nou, dan terug naar wat mijn dochter dan dus vindt, is dat er dus een geest is en die is dan vrouwelijk of mannelijk. Los van het lichaam. Maar dat is raar. Want die geest, als mijn dochter dan denkt, die komt toch uit dat lichaam. En dat lichaam, dat is onbedingd, zouden we daar zeggen, onbedingd, zonder meer. Is dat mannelijk of vrouwelijk? Nee, je hebt twee X-chromosomen, dan ben je een vrouw. Of je hebt een X en een Y-chromosomen, dan ben je een man. En dan heb je nog intersex mensen. Dat noemen wij ook wel, wat is het ook weer? Schiet me zo wat er binnen. En die hermafrodieten. En dan is het heel moeilijk. Dan, ja. Maar er komt heel weinig voor. Dat is 6 op de 10.000 mensen of zo. Of nog minder. En die zijn in zekere zin mismaakt. Hè? Sommige mensen komen mismaakt ter wereld. Maar ik denk ook bij die intersex mensen, bij die hermafrodieten, dat je naar het DNA kan kijken en dat je dan kan zien of het een vrouwelijke hermafrodiet is of een mannelijke hermafrodiet. Want ja, een man bijvoorbeeld, met een X en een Y-chromosoom en een uiterlijk à la Arnold Schwarzenegger, dus een man, die heeft ook tepels. En die tepels zijn net als bij een vrouw gevoelig. Dus. Tja. Hè? Dat is nu een keer zo. Maar dat je kan spreken van een geestelijk geslacht. Ja, waar is dat dan op gebaseerd? Dat kan toch alleen maar gebaseerd zijn op het lichaam wat je hebt. Ja, en het lichaam is mannelijk of vrouwelijk. Dus heb je een mannelijk of een vrouwelijke geest. En als je dan een vrouwelijke geest hebt en je hebt een mannelijk lichaam, ja, dan was die vrouwelijke geest er al voordat de eicel van je moeder bevrucht werd door die spermatozoïden. Dus dan was jij er al voordat de conceptie plaatsvond. En voordat de conceptie plaatsvond, was jij dus al mannetje of vrouwtje. Nou, dat is een heel ingewikkeld ontologisch systeem. Dat is een sprookjeswereldsysteem. Ja. Dus. Nou, nog iets van deze site naar voorlezen? Oh, dan staat hier ook nog. Dat die Jessica Janief. Die is beschuldigd van seksuele. Ja, sexual predator. Dat betekent zoveel als iemand die het gemunt heeft op kleinere kinderen. En dat hij al. Dat hij een keer geprobeerd heeft om een topless. Zwembadfeest te organiseren. Voor meisjes vanaf 12 jaar. En hun ouders mochten er niet bij zijn. Dat wilde deze man ook. Snap je? Dat is dan een transgender. En deze man is geestesziek. Ja, hoe kan je nou als volwassen man geïnteresseerd zijn in het organiseren van een topless zwempartij voor meisjes van 12 jaar en ouder? En de ouders mogen er niet bij zijn.
En dan onze samenleving. Die gaat dan op Ricky Gervais, of Gervais. Die gaan ze Ricky Gervais lopen afzeiken als transfoob. Omdat hij een grapje maakt over Jessica Janief met zijn ongeschoren ballen. Jeetje. Nee, mijn sympathie gaat niet uit tegen deze vormen van de menselijke aanwezigheid. Eerlijk gezegd vind ik het walgelijk. En daarmee wil ik afsluiten. En op zijn hamburgers zeg ik tegen iedereen met een welgemoed gezin. En zeg ik tjus en dag lieverds.